leuk dat je er weer bent en welkom in deze video. Het is hier koud. Het heeft gevroren vannacht. Ja, -1 was het. En nu is het 4,1. Nou, dat vind ik wel koud. Kijk, dit zijn de viooltjes, ergens in oktober gezaaid. Ze hebben ook al echte blaadjes, dus eigenlijk al tijd om te verspenen. Dat ga ik niet doen. Ik heb de voorbereidingen al gedaan. In deze potje zit potgrond in. En ik heb er 3 gaatjes in geprikt. Dus laten we maar beginnen. Zo, een gedeelte van de viooltjes zijn verspeend. Ik heb nu hele koude handen, maar ik ga nog even door. Broccoli gaan we ook nog verspenen en de bloemkool. Kijk, het zijn eigenlijk al hele lange plantjes. Beetje te lang, maar goed. Ze krijgen ieder een potje. Ik heb al wat voorbereidingen gedaan. Nu maar even snel de broccoli. Ik heb het heel koud nu. Zo, ik heb de jas maar uitgedaan. Het is hier lekker. 15 graden. Vorige week heb ik de tomaatjes gezaaid en de paprika's en zo. Kijk, moet je nou eens zien. Tomaatjes. Zelfs de suikermeloen en de watermeloen die komen nog wel op. En de aubergines. Volgens mij van een paar weken geleden. Nou, de paprika's en zo en de Spaanse pepers die zijn nog niet opgekomen. Die zijn heel traag. Nou, misschien volgende week al wel. En nu de tomaatjes ontkiemd zijn, hebben ze heel veel licht nodig. Dus ik neem ze straks weer mee naar binnen. Dan gaan ze onder een lampje. En overdag, als de zon schijnt, gaan ze naar de serre of naar de kas. En dan gaan ze 's avonds weer naar binnen en dan gaan ze weer onder een lampje. Ja. Dit was het eigenlijk weer. Ik ga nu naar binnen. Ik neem ze gelijk mee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Abonneer of like en volg mij op Instagram. Zou ik hartstikke leuk vinden. En ik weet niet wat er volgende week gaat gebeuren, maar dat moet ik nog even zien. En anders zie ik jullie volgende week weer. Doei!